positief. Wat er ook gebeurt, ik blijf positief. Zo ben ik. Ook met mijn kinderen. Ik wilde er maar één. Nu heb ik er twee. Het positief wat ik eruit haal is... Het zijn tenminste twee jongens. Ja, roep vooral, oh, maar je moet zelf weten wat jij wil, snap je? Ik wist al lang wat ik wilde. Ik wilde nooit meisjes. Nooit. En daarom heb ik op mijn blote knieën, bij elke zwangerschap... heb ik op mijn blote knieën gebeden tot God. Voor de zekerheid tot Allah. Want je weet niet zeker waar meisjes eigenlijk vandaan komen. En ik heb twee jongens gekregen. Weet je waarom ik geen meisjes zou willen? Weet je waarom ik geen meisjes wilde? Ik weet, als ik een meisje zou hebben, dan zou ooit een jongen van 17 tegenover mij zitten, me in mijn ogen aankijken en zeggen: nee meneer, echt waar, alleen naar de bioscoop. Alsof ik nooit 17 ben geweest, snap je? Ik weet precies wat jongens van 17 in de bioscoop met mijn dochter gaan doen. En dat pik ik niet. Het zou voor niemand leuk zijn als ik dochter zou hebben. Niet voor mijn dochter, niet voor mij, niet voor die jongen, niet voor die jongens ouders. Voor niemand. Het is goed dat ik ze niet heb. Het enige wat ik kan bedenken als je een dochter hebt, wat ik zou leuk zou vinden als ik een dochter zou hebben, is één ding wat ik graag zou willen meemaken ooit als ik een dochter zou hebben. Enige is de eerste keer dat haar vriendje thuis komt. Dat zou ik zo graag als vader van een dochter willen meemaken. Dat is het enige. Weet je? In mijn hoofd heb ik het al 1000 keer meegemaakt. 1000 keer, ik weet precies. Vrouwen, meisjes, mijn dochter, die zijn nooit op tijd klaar. Weet je? 8 uur gaat die jongen aanbellen, 8 uur gaan ze douchen. Je weet hoe ze zijn. Weet je, dus 8 uur gaat de deurbel. Ding dong! En dan hoor je boven: kan er iemand open doen? Hij is er! Hij is er! Nou, mijn vrouw rent naar de deur en ik zeg: nee. Laat deze voor mij. En ik loop naar de deur en ik weet, aan de andere kant van de deur staat een bang mannetje. Dat weet je. Ik kijk hem door het gaatje zo. Je ziet hem zo staan, zo zenuwachtig wachten met zijn bloemen zo. En dan loop ik naar die deur, maar nog voor ik die deur open doe, roep ik: wie is dat? En dan weer kijken naar het gaatje zo. Zie je met zo'n bloemen.